En hierbij doop ik de Smitsen om tot Hotel De Korrewol. Bende van de Korrewol. Hoezo filmbeelden bij een theatervoorstelling? Nou, dat is omdat deze theatervoorstelling zich afspeelt in een hotel. En dat echte hotel, dat bestaat dus ook echt. Jacques Vriends heeft het destijds gebaseerd op een hotel wat in Zuid-Limburg staat, Hotel de Smitsen. En daar zijn we dus nu en daar gaan we de film opnemen. En dan is dit zeker de meneer die dan straks gaat zeggen of het allemaal goed is of niet. Vooral dat het heel slecht is. Heel slecht is? Nee hoor, dat wel. Dit zal wel goed gaan. Ik weet niet waarom u naar mij toe loopt. Nou. Waarschijnlijk dat u bang bent dat u niet in beeld bent, maar dat komt toch helemaal goed. Hoor. Nee, maar eigenlijk graag ook in beeld als het kan. Ja. En wie bent u dan wel? Vandaag Soraya. Vandaag Soraya. En u? Ik ben even Pepijn. Even Pepijn? Ja. En hoe voelt dat om even Pepijn te zijn? Heel goed. Lekker een ruige punker. Ja. Mannelijk. Ik hoor gaat hier in première, de musical Het Geheim van de Zoenende Gasten. Een musical naar een boek van Jacques Vriends. Hoewel, meer een boek naar een theaterstuk. En hoe dat nou precies zit, dat hoort u zo meteen. Ja! Ja! Ja. Ja. Boeken geschreven en al meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht. Kinderboekenschrijver en acteur Jacques Vriends uit het Grondveld. Problemen staat ze altijd voor je klaar. De promotionele toeleinden lijkt ons dat. Gommie zit al zo lang in het vak, u moet dat toch weten, dat soort zaken. Ja, Gommie weet dat soort dingen. Nou ja, ik ben heel blij. Het ziet er heel strak uit. En nu gaan we het doen. Bij elkaar.